Deze keer in het Megaman maandoverzicht. Fabrikanten starten productie weer op. GKB Machines komt met variant op vertidrain en 40 hectare per uur spuiten met autonoom vliegtuig. De coronacrisis is nog lang niet voorbij, maar desondanks kunnen veel fabrikanten de productie wel weer opstarten. Afgelopen weken legden veel machinefabrikanten de productie stil. Een tekort aan onderdelen en werknemers was vaak de boosdoener. Een aantal fabrikanten gingen alternatieve producten bouwen. Zo produceerde JCB behuizingen voor ventilatoren, printte John Deere gezichtsbescherming met 3D-printers en fabriceerde Michelin onderdelen voor beademingsapparatuur. Inmiddels draaien de fabrieken van onder meer Fendt, Massey Ferguson en Valtra weer op volle toeren. Ook de werknemers van CNH Industrial en Manitou zijn weer aan het werk. Argo Tractors, de fabrikant van Landini en McCormick, herstart de productie op maandag 4 mei. Ook organisaties van vakbeurzen en evenementen hebben het zwaar. Zo gaan onder meer de vakbeurzen Agrotechniek Holland in Biddinghuizen, de beurs van Libramont en CIMA in Parijs dit jaar niet door. Machinefabrikant GKB Machines introduceert de Deep Tine Aerator, waarmee je een grasband verticaal kunt beluchten. De beluchter is verkrijgbaar in 4 werkbreedtes, 120, 160, 210 en 260 centimeter. De Deep Tine Aerator heeft zware, robuuste lagers en is voorzien van dik plaatwerk dat de machine ook zwaarder maakt. Alle modellen zijn voorzien van een versnellingsbak waarmee je de werksnelheid van de prikarmen kunt bepalen. Met een hendel stel je de snelheid in op 3 standen. De beluchters kun je uitrusten met verschillende prikpennen, massieve en holle pennen. Aan iedere arm zitten 5 pennen in een houder. Na het losdraaien van 2 bouten kun je de houder met de pennen afnemen. Hierdoor kun je de pennen snel en eenvoudig verwisselen, zegt de fabrikant. Janmar test in Italië het nieuwe autonome modulaire machineplatforms die eigenhandig gewassen in de gaten houden en plantenziektes opsporen. De machines werken samen met drones en sensoren in het veld. In het project Smart Machine for Agricultural Solutions High Tech richt Janmar zich op de ontwikkeling van een besturingssysteem voor de robotarm die op het voertuig zit. Met deze arm kan de robot spuiten. Ook werkt Janmar aan de integratie van sensoren, de software voor de besturing van het voertuig en de autonome navigatie. Het is de bedoeling dat de robots niet alleen het gewas verzorgen, maar ook bodemmonsters nemen en deze analyseren. Op dit moment zijn er 2 prototypes. 1 exemplaar wordt getest in de wijnbouw, de ander in de spinazieteelt. In totaal hebben verschillende partners zo'n 4 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze autonome platforms en bijbehorende functies. Zometeen beelden van een autonoom vliegtuig die 40 hectare per uur spuit. Kraakman Perforce BV heeft alle activiteiten van collega John Deere dealer Stadegaard overgenomen. Stadegaard gaat voorlopig verder onder de naam Kraakman Stadegaard BV. Helmoet Klaas geeft het stokje door aan zijn dochter Catharina Klaas Mühlhauser. Helmoet Klaas heeft een kwart eeuw aan het roer gestaan van het machineconcern. Catharina Klaas Mühlhauser is de 3e generatie van de familie Klaas die voorzitter van het aandeelhouderscomité wordt. De helft van de Vedecom-leden verwacht problemen te krijgen door de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête van de brancheorganisatie. Voor de komende weken en maanden verwacht meer dan 3/4 van de bedrijven dat de orderportefeuille met meer dan 20% slinkt. En dan nog dit. Pika, een start-up uit het Amerikaanse Oakland, heeft een elektrisch vliegtuigje ontworpen dat volledig autonoom kan spuiten. Het vliegtuig is voorzien van 3 elektromotoren van 20 kilowatt. Ze worden gevoed door verwisselbare lithium-accu's. Voor het opstijgen heeft het vliegtuig een baan van maar 45 meter nodig. Eenmaal opgestegen haalt het vliegtuigje een kruissnelheid van 144 km per uur. Volgens de ontwikkelaar kan het vliegtuig een lading van maximaal 200 kilo meenemen, waardoor je ongeveer 40 hectare per uur kunt spuiten. Verder is het vliegtuig voorzien van sensoren die ervoor zorgen dat het de aangegeven paden spuit. Deze sensoren meten ook de windkracht en windrichting om de drift te reduceren. Wil je het vliegtuig over de weg transporteren, dan kun je de vleugels demonteren. Tot zover de maand van Megaman. Meer nieuws vindt u op megaman.nl en in de vakbladen Landbouwmechanisatie, Veehouderijtechniek en Tuin- en Parktechniek.